Goedemorgen, het is 6:30 bijna. Nee, 6:15. Ik ben onderweg naar mijn busstop. Mijn tassen lijken echt net de dag zwaarder te worden. Oké, hallo, ik zit in mijn hostel. Ik zit in mijn kamer. Ik lig op bed. Zonder een sticker. Hoe dan ook. Ik ben aangekomen. De busrit was best wel fijn. Ik lig helaas wel weer op een topbunk. Daar ben ik iets minder blij mee. Want nu kan ik mijn spullen zeg maar niet bij me houden. Oftewel, ik moet met mijn tas op mijn bed slapen. Omdat de lockers ook te klein zijn om een grote rugtas in te zetten. Zeg maar mijn laptoptas. Dat geeft me dan ook weer niet echt een veilig gevoel. Maar ik denk dat niets op dit moment wake-up kan treffen. Wake-up was echt gewoon perfect. Goedenavond, ik hoop dat je me kan horen. Ik zit bij Get a Burger. Want al het eten gaat hier pas om 5:00 open. En ik had er net echt nog van gisteren de salade van Woolworth. En die was zo goor dat ik echt heel erg snel iets te eten wilde halen. En dus nu zit ik hier. Ik heb een paar frietjes besteld en ik heb eindelijk uieringen gevonden. Ik hou gewoon van ui, iets te veel van ui. En daar had ik gewoon heel veel zin in, dus ik heb een ui. Ik zit in Townsville. Ik heb daar ook nog helemaal niet zoveel over verteld. Ik ben in Townsville om Rianne te bezoeken en daar heb ik heel veel zin in. Maar Rianne moet vandaag overwerken, dus zij kan morgenavond pas afspreken. Dus morgenavond gaan we uit eten. Dan zaterdag voor haar verjaardag naar Magnetic Island. En dan gaan we zondag naar Billabong, waar de koala's zijn. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik voel me echt heel flut en suf. Want 3 dagen achter elkaar in je wekker om 6:30 is best wel pittig. En dan ook gewoon die tour van 12 uur snorkelen gisteren. Het is allemaal hartstikke geweldig, maar het was allemaal ook wel heel erg intens. Oké, eerste impressie van Townsville tot nu toe. Best wel oké. Jammer dat alles is pas, de keuken is pas om 5:00 open gaan. Mijn arm wordt nu al lam. En ik heb echt pijn in mijn arm. Dat was een klein beetje jammer. Mijn hostel is op zich wel oké, maar internet alleen maar in de common rooms en niet in de kamers. Maar het is wel schoon. Dus dat is een heel groot voordeel. En nu gaan we hier gewoon wat eten. En dan ga ik gewoon langzamerhand weer terug. En dan ga ik gewoon een avondje op mijn telefoon, denk ik. Ik denk dat dat een heel goed plan is voor vandaag. En dan zo meteen hier om de hoek ijs halen. Want dat ijs zag er zo ontzettend lekker uit. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En dan denk ik vanavond even bellen weer met het thuisfront. Oké, een klein stukje vlog hier met de camera terwijl ik hier op een berg sta. Ik wel even zo. Ik ga vandaag naar de botanische tuin. Dat is mijn plan voor vandaag alleen zonder Rianne. Vanavond ga ik pas met Rianne afspreken. Er komt een auto aan. Ik vind het nog een beetje ongemakkelijk om te vloggen. Af en toe. Dus ik blijf gewoon even zo staan. Zodat ze langsrijden. Ja, zodat ze langsrijden. Nice. Oké, waar was ik? Ik ga naar de botanische tuin. Daarna ga ik naar 1 of 2 musea. Vanavond ga ik eindelijk met Rianne afspreken. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En dan is het nu tijd om deze berg hier af te lopen. Welkom in de botanische tuin. Het is hier zo lekker cool. Ik ben nu in het regenwoudgedeelte. Oh, mijn horloge even stopzetten van de wandeling. Ik ben nu in het regenwoudgedeelte. Maar tot nu toe... Oh, tot nu toe loop ik alleen maar door spinnenwebben. Nice. Eeuw. Straks heb ik zo'n mega beest op me.
Heel. Alles jeukt al. Oké, we gaan het zien. Het is hier wel lekker cool. En dat is oprecht heel erg fijn. Er zijn hier dus blijkbaar meerdere soorten plekken. Het regenwoudgedeelte. Het normale gedeelte. Er is hier een grote rozenstruik. En er schijnt hier dus ook een kruidentuin te zijn. Ergens achterin. Ik ben hier naartoe gegaan op aanraden van de receptionist. Want ik wist nog niet zo goed wat ik vandaag wilde doen. Terwijl ik wacht om met Rianne af te spreken. Ai, ai, ai. Maar ik wil je iets laten zien. Ik sta hier nu voor een boom waarvan ik niet weet wat de naam is. Maar wat ik wel weet is wat voor geluid het maakt. Het is echt zo hard als steen. In het echte regenwoud in Daintree hebben we hier bij deze boom. Konden we er een stuk steen tegen aanslaan. Dan zou je echt denken van, huh, waarom een stuk steen? Maar dat was dus onderdeel van de tour. Dus dat mocht. Het was onderdeel van de tour. Maar het maakte echt zo'n knoerd hard geluid. Alsof je echt met een steen op steen sloeg. Maar daar zit dus allemaal lucht in. Dus het is een hol van de binnenkant, omdat de bomen hier echt zoeken naar, niet, en net als mangroves, ze zoeken hier naar zuurstof in plaats van naar water. En daardoor groeit het allemaal zo, als ik het goed onthouden heb. Geen idee. Geen idee. Ik zit hier bij het Army Museum North Queensland en ik heb hier denk ik iets meer dan een uur gewandeld. Het is hier echt bijzonder. Het gaat hier grotendeels over de Eerste Wereldoorlog, maar ook een groot deel over de Tweede Wereldoorlog. En ik kan me dus niet herinneren dat wij op de basisschool hebben geleerd dat Australië ook een groot onderdeel heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Wij leerden in Nederland alleen maar over Nederland en Duitsland en een stukje over Engeland, maar meer niet. Dus ik vind dat heel bijzonder dat we dat wel hier ook kunnen leren. Nu ga ik hier heel eventjes zitten, want ik ben een klein beetje moe van het wandelen hier ook naartoe. Ik heb hier iets meer dan 35 minuten naartoe gewandeld. Dan ga ik zo meteen hier de berg nog op om een stukje voor het uitzicht te bekijken. En dan ga ik misschien kijken hier bij het Art Museum of die nog open is, want dit museum is tot 1 uur open. En anders is het tijd om een bus te zoeken die me terugbrengt. Want ik weet niet of ik de volledige 50 minuten terug wil lopen. Want zeg maar de 50 minuten is ook weer helemaal doorzet aan mijn hostel. En ik heb Marianne al geappt van wat we vanavond willen eten. En ik heb eigenlijk best wel veel zin in pasta. Allemaal lekker ongezond eten hier zo. Maar als ik in Brisbane ben en als ik in Sydney ben, dan ga ik gewoon heel erg veel zelf koken. Dus dan kan ik weer wat gezonder eten. Oké, een klein stukje vlog.
Ik ben aan het wachten totdat ik met Rianne kan afspreken. Ik heb er net 2 afleveringen gekeken van Parking Track hier in de communal area. En ik zie er echt uit als een redneck. Oh my god. Afstanding. Dat is beter. En ik heb een bukkel. Ik weet alleen niet wat het is. Hoe dan ook. Ik ben aan het wachten totdat ik met Rianne kan afspreken. Ik heb net 2 afleveringen van Parking Track gekeken hier in de communal area. En het is nu wachten totdat het zover is dat zij klaar is met werken. Ze is ongeveer 4:15 klaar met werken. Dat is het nu. Het is bijna 4:50. Maar misschien dat ze hem overwerken tot ongeveer 5:00, 4:45. En dan gaan we de zonsondergang hier kijken. En dan daarna ook nog wat eten. Dus dat is wel heel erg leuk. Daar heb ik heel veel zin in. En verder heb ik mijn popcorn opgegeten. Ik ben naar een benedenbed verplaatst. Want er kwamen 3 bedden vrij in mijn kamer. Dus ik heb een onderste bed gepakt. Dus dat is heel erg fijn. En nu is het gewoon Instagram even in de gaten houden tot Rianne klaar is met werken. En morgen al haar cadeautjes geven. Oh, ik kijk er zo naar uit om haar al haar verjaardagscadeaus te kunnen gaan geven. De 15 verjaardagskaarten uit Nederland en het cadeaupakket van haar ouders. Ik vind het zo leuk.